Aquarius klankmeditatie. Leven en dood zijn fantastisch. Ga gemakkelijk zitten. Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Ontspan en word innerlijk stil. Het stervensproces kent, afhankelijk van de manier waarop de persoonlijkheid zijn taak heeft vervuld, veel verschillende vormen. Wanneer het innerlijke zelf in de uiterlijke persoonlijkheid doordringt, is de taak vervuld. In dat geval heeft de menselijke persoonlijkheid niet alleen een heel vol leven geleid, maar zullen de energiestromen van de goddelijke entiteit zich heel geleidelijk terugtrekken. In zoverre dit het lichaam betreft, veroorzaakt dat een langzame, late en organische teruggang. Wanneer de vervulling van de taak volledig is, verloopt het proces zo organisch dat er geen sprake is van angst of pijn. De persoonlijkheid heeft dan een sterk besef van de continuïteit van het leven ontwikkeld en er is dus geen verkramping of angst die pijn en leed kunnen veroorzaken.
Het leven is een organisch en betekenisvol proces voor de ziel die de taak van het contract vervult. Sterven en de dood van de materie is dan even betekenisvol. Het is gewoon de volgende stap van bevrijding en ontplooiing. Het is niet traumatisch. Terwijl de stoffelijke, biologische levenskracht uit het lichaam wijkt, verschijnt het vollere leven. Maar dat gebeurt alleen wanneer de mens zich op de innerlijke leiding leert afstemmen en daarmee in harmonie is, door zich te concentreren op het aspect van de ziel dat gezuiverd moet worden. Alleen dan zijn het innerlijke en het uiterlijke zelf over alles volledig met elkaar eens, inclusief het tijdstip en de manier waarop de banden met het fysieke voertuig worden verbroken.
In dergelijke gevallen komt er alleen maar meer en voller leven als de levenskracht uit het lichaam wijkt en kan de entiteit zich weer in zijn grootheid en vrijheid uitbreiden, ongehinderd door de boeien van de driedimensionale werkelijkheid. Dit besef bestaat in de geïncarneerde mens, die slechts een aspect is van het volledige wezen dat je bent. Je bewustzijn van en je verbinding met je innerlijke ware zelf maken het leven fantastisch en dus wordt de dood ook als fantastisch ervaren.
Die bewustzijnstoestand maakt het leven onbevreesd, omdat er van het sterven niets te vrezen valt. De ontwikkeling van elke ziel leidt uiteindelijk tot die onbevreesdheid. Dat is het doel dat je probeert te bereiken. Visualiseer voor nog 5 minuten dat leven en dood fantastisch zijn. En kom dan langzaam terug. Dankjewel.